Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen in Brazilië en in de hele wereld. Dat God jullie allen zegenen op deze dag. Ik zou graag met jullie willen delen een woord dat God mij heeft aangeraakt in mijn innerlijk, in mijn geest, in mijn ziel. In mijn wezen. En die zeker weten. Voor u. Een begrip zal brengen. Van zijn wil. Voor u die nu naar mij kijkt. Op dit moment. U die misschien. Een depressie aan het meemaken bent. Paniek aanvallen. Nervositeit. Het verlangen om te sterven. U heeft geen verlangen meer om te leven. Omdat in uw binnenste. het kwade aan het werken is. Iets slechts is. En dat slechte. deze slechte geest. zorgt ervoor dat u wil sterven. om uzelf te doden. Omdat hij wil dat uw ziel naar de hel zal gaan. Dat is de waarheid. Dus let goed op wat God zegt tegenover u, tegenover mij, tegenover ieder van ons. Dat is Zijn boodschap voor ons allen. De Heer Jezus zei het volgende: voordat Hij stierf en uit de dood opstond en naar de Vader ging, zei Hij en ik zal de Vader vragen, bidden, en hij zal u een andere trooster geven. Dus de Heer Jezus was de trooster van de discipelen tot op dat moment, tot op die dagen, die momenten, was hij de trooster. Maar hij zei, en ik zal de Vader bidden en hij zal u, de Heer Jezus garandeert, hij zal u een andere trooster bieden, opdat hij. Bij u blijft tot in eeuwigheid. Wij We weten dat. Zolang de Heer Jezus met zijn discipelen was. hadden zij zekerheid. Maar wanneer hij wegging om in zijn eentje te bidden. dan werden ze onzeker. Twijfels, angsten. Dus de Heer Jezus zegt hier: Kijk, ik zal tot de Vader bidden. en hij zal jullie een andere trooster geven. De andere trooster. Zodat hij. Bij jullie blijft voor altijd. Voor eeuwig. Het gehele leven hier op aarde. En hij zegt over deze troosten: hij zegt namelijk de geest van de waarheid. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Dus wie een kind van God is ontvangt, wie niet een kind van God is, ontvangt niet. De wereld kan Hem niet ontvangen. Want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. Wonderbaarlijk. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar u kent Hem. Want Hij blijft bij u en zal in u zijn, in uw binnenste. Nu, wat interessant is dat de Heer Jezus zo zegt. De geest van de waarheid, dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen. Kan die, de wereld kan hem niet ontvangen omdat, hij hem, omdat zij hem niet zien, nog hem kennen. De wereld gelooft alleen in, in wat ze kunnen zien. Toch? Zien om te geloven, is het niet zo dat ze het daarbuiten zeggen? De wereld is zo. De wereld, de natuurlijke wereld, de natuurlijke mensen. De mensen die leven volgens het natuurlijke geloof hebben dit begrip, zien om te geloven. Ik ga daar naartoe, ik ga kijken of het waar is. Als ik er niet kan zien of raken, net zoals Thomas, als ik niet in zijn zij kan aanraken, dan zal ik niet geloven. Dus de Thomassen. Bestaan er in deze wereld? Ze zijn levend. Dus zij kunnen het niet, de Heer Jezus niet zien. Of beter gezegd, ze kunnen de Heilige Geest niet zien. Nog hem kennen. Want ze zijn. Daar, daarvoor is het bovennatuurlijke geloof nodig. Door het bovennatuurlijke geloof kunt u God zien. Maar door het natuurlijke geloof niet. Door het natuurlijke geloof kunt u niet de geest van de waarheid ontvangen. Dus hij zegt, de wereld ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar u, verwijzend naar Zijn volgelingen, degene die Zijn Woord gehoorzaamden, Zijn discipelen, maar u kent Hem. Want Hij blijft bij U en zal in U zijn. Goed. Dat is wat ik heb getracht om aan de mensen over te brengen. Wat ik wil dat u, beste vriend en vriendin, zult weten en kennen, is de Heilige Geest, zodat Hij in uw binnenste kan zijn om u te leiden volgens uw behoefte. Dus wanneer een persoon de Heilige Geest ontvangt, dan kent die persoon de Heer Jezus, dan kent die persoon, de Vader, want de Heilige Geest zelf openbaart de Vader aan die persoon. Openbaart Jezus aan die persoon. Dus die persoon is overtuigd van iets dat niet eens de dood in staat is uit het binnenste van die persoon te halen. Dus de problemen, de moeilijkheden, de strijden zijn kleinigheden. Zijn onbetekenende dingen. Want wanneer de persoon werkelijk de Heilige Geest heeft, dan overwint die persoon de barrières, dan gaat die persoon door verdrukkingen heen en overwint ze. Die persoon blijft sterk, want de Geest van de Heer Jezus, dezelfde Geest die de Heer Jezus heeft geleid, is ook die persoon aan het leiden. Dus de Heer Jezus overwon alles. Waarom? Omdat de Heilige Geest met hem was. En wanneer wij de Heilige Geest hebben, dan overwinnen wij alles. Dan zullen we altijd overwinnen. Zelfs als het lijkt dat wij verslagen werden, maar nee. Nooit. Op geen enkel ogenblik. Want de Heilige Geest leidt ons. En Hij zegt, want u kent Hem. Want Hij blijft bij u. En hij zal in u zijn. Dit is wat wij hebben getracht om aan jullie over te geven. Heeft u al over nagedacht, beste vriend en vriendin? Vooral u die zoveel onzin in het leven heeft gedaan. U heeft al zoveel slechte keuzes gemaakt. En het ging natuurlijk fout. En nu bent u, nu bent u hier met de restjes van het leven. Goed. Heeft u al bedacht, ge, gedacht over de geest van God te hebben? De geest van de waarheid, de geest van de Heer Jezus in uw binnenste, dan zult u de machtigste persoon van de wereld zijn. De rijkste persoon op de aarde. Want u zult dan geleid worden door de geest van God. Door God zelf in uw binnenste. Daarom zegt de Heer Jezus: Ik zal u niet als wezen achterlaten, dus verlaten. Ik kom weer naar u toe. Kijk hier. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. De wereld zag de Heer Jezus. Veroordeelde de Heer Jezus, veroordeelde Hem, kruisigde Hem, doodde Hem, plaatste Hem aan het kruis op Golgotha. Iedereen zag het. Maar toen de Heer Jezus uit de dood opstond, klaar. Toen Hij op de derde dag opstond, zag de wereld Hem niet langer. En de wereld ziet Hem ook niet meer. Maar. Gij, dus degene die Hem volgen, degene die de Heilige Geest hebben. Maar jullie zullen mij zien. Maar op die dag zult u, in, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Dus kijk hoe mooi. Dit is de boodschap. De essentie van de boodschap. Dat de universele Kerk van Gods Rijk heeft getracht. Over te brengen naar de mensen. Die mensen, de mensen die hoogmoedig zijn, arrogant, mensen die hooghartig zijn, die dit en dat denken en vinden, en zich niet willen neigen richting Gods Woord, deze mensen zullen bind blijven. Ze zullen nooit een ontmoeting met God hebben, maar degenen die zeggen ik ken u niet, mijn vader. Maar ik weet dat u bestaat en ik wil u kennen. Ik wil u kennen. God wilt u niet dat u hem simpelweg kent. Hij wilt dat u zijn zoon of dochter zal zijn. Dat u een relatie, een intieme relatie met hem hebt. Dat op. Elk moment van de dag of avond, op elke plaats, in elke situatie, hij met u zal zijn. In elke situatie. In elke plaats. Dat hij met u is. Natuurlijk. Eerst moet u Hem hebben. En om Hem te hebben, dient u de wereld op te offeren. Uw verlangens, uw begeertes, uw persoonlijke dromen. U dient. Uw leven op het altaar te laten. Sterf voor de wereld. Dat is de waarheid. In feite, de doop in het water. Doop wilt zeggen. Begrafenis. De doop in het water is een begrafenis. Zoals gebeurde met het lichaam van de Heer Jezus. Hij werd begraven. Wij dienen ook begraven te worden. Zodat dan de Heilige Geest komt en ons een nieuw leven geeft zodat de persoon opnieuw geboren kan worden. Geboren uit de geest. En leven door de geest. En blijven in de geest tot de dag waarop onze Heer komt om ons te halen. En Hij is heel nabij, heel dichtbij. Dus, beste vrienden, begrijp dit. Wanneer men, wanneer men spreekt over het ontvangen van de Heilige Geest, of een nieuw schepsel worden, of een zoon of dochter van God te worden, dan heeft, het over, dan heeft men het over hetzelfde. Het heeft te maken over de dood met de Heilige Geest ontvangen. U heeft hier getuigenissen van mensen gezien die de Heilige Geest ontvingen, en wiens leven compleet getransformeerd werden. De transformatie begon in hun binnenste, begon binnen in hun. Binnen in het hart, in het verstand, in hun gedachten, en zodoende kwam en werd vervuld een nieuw leven van buiten, en dat werd gezien aan iedereen. Dus wie u ziet die de Heilige Geest hebt, ziet God in u, en dat is wat de naam van de Heer Jezus Christus Heilige betekent hier op aarde. Dat u het beeld van God hebt, dat reflecteert in uw leven, voor de gehele wereld. Zodat de wereld ziet dat God bestaat door middel van u. Begrijpt u beste vriend en vriendin? Op een dag zei iemand tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, laat ons de Vader zien, dat zei Filippus. En de Heer Jezus zei tegen Filippus, Filippus, jongen, jongen, ben ik zo lang bij jullie en jullie hebben de Vader nog niet gezien? Wie mij ziet, ziet de Vader. En dat is waar, wie de zoon ziet, ziet de Vader. De Vader wordt alleen gezien door de zoon. Als een persoon niet een zoon van God is of een dochter van zoon, dan wordt een dochter van God, dan wordt de vader niet gezien. En ik weet dat dit onmogelijk is om te begrijpen voor de natuurlijke wereld, maar voor de wereld van het bovennatuurlijke geloof, voor deze wereld van het bovennatuurlijke geloof, de wereld die boven alles staat, boven deze wereld die tegengekeerd is tegen de wereld van God. Dan is de persoon verplicht, heeft de persoon de plicht om het parfum van de Heer Jezus te verspreiden. Die persoon heeft de plicht om het beeld van de Heer Jezus te tonen. En wie die persoon ziet, zal God zien. Zal God in die persoon zien, in het, in het karakter van die persoon, in de manier van handelen. Dat die persoon een ware persoon is, oprecht, eerlijk, integer. Een persoon die niet vatbaar is voor corruptie, een persoon van de waarheid. De persoon heeft de geest van de waarheid, dus spreek geen leugens. Dus beste vriend en vriendin, dat deze tekst herkoud wordt en dan verteerd wordt, zodat u vervolgens het in praktijk kan zetten in uw leven. En dat het van uw wezen, uw lichaam en uw leven een nieuw leven kan maken. Ik zal de tekst opnieuw lezen, let op. En ik zal de Vader bidden. En Hij zal u een andere trooster geven. Opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Het is niet zoals een boze geest die komt. En neerdaalt in een persoon, in een spiritistcentrum. Nee, de Heilige Geest komt en blijft. Blijft tot de dood. Namelijk de Geest van de Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want de wereld wil zelfbevrediging. De wereld wil de wereld veroveren. Dat is de waarheid. Maar wie de Heilige Geest heeft, de Geest van de Waarheid. Neem bezit van het Koninkrijk van God. Neem bezit van Gods Koninkrijk. Dus hij zegt namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent Hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Kijk. Dus u zegt dan zo: Bisschop. Misschien heeft u al gedacht, de bischop brengt vrede tot ons over. Brengt iets anders tot ons over. Dat ben ik niet, dat is de geest die in mij is. Dat is God. Dat is mijn Heer die in mij is. De Heer Jezus in geest in mijn binnenste. Maar Hij wil niet alleen met mij zijn. Hij wil ook met u zijn. Hij wil in uw binnenste zijn. Hij wil met u leven en in uw binnenste woning maken. Hij wil van uw lichaam. Zijn woning maken. Zijn tempel. Hij zegt, ik zal, u, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Ik kom weer terug. En wij zijn aan het wachten op zijn terugkeer. Hij heeft ons niet als wezen achtergelaten, want zijn geest is met ons. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Dus dat is het. De wereld heeft hem niet gezien in die momenten. Maar u zult mij zien. Maar u zult mij zien. U kunt God in mij zien. In mijn huis. In mijn gezin. U kunt dat zien. God. In mijn huwelijk. In mijn gedrag. Kortom. U kunt Hem zien. Maar. U zult mij zien. Dus u zult God zien. Door middel van uw leven, wanneer de Heilige Geest over u komt, dan zult u God zien. U zult Hem kunnen opmerken. Niet alleen u, maar ook de andere mensen. En Hij zegt, want ik leef en u zult leven. Dus wie de Heilige Geest ontvangt, is werkelijk een zoon en dochter van God. En dan is er geen, dan is er niets meer om te veroveren omdat die persoon dan alles heeft veroverd. Alles. Dat het meest glorieuze, machtige en rijke is. Dat de persoon kan hebben op de aardbodem. Dat de Heilige Geest uw verstand verlichte, Dat de Heilige Geest uw verstand openen. Om deze woorden te begrijpen. Die simpel zijn. Maar machtig. God zegent u allen. En tot morgen. In de naam van de Heer Jezus. En trouwens. Ik wil jullie herinneren. Dat vandaag in alle universele kerk van Gods Rijk de gebedsketting van de bevrijding is. U die door momenten heen gaat van paniekaanvallen, van terreur, depressie, slapeloosheid, nachtmerries, verdriet. Kortom, u die een geliefde bent verloren en u bent verdrietig, u heeft geen vrede en vreugde meer. Dit is de dag om al het kwaad te verdrijven. Alle boze geesten die uw leven bitter hebben gemaakt. Uw leven is bitter geweest omdat er een bittere geest is in uw binnenste. Kom vandaag en ontvang de bevrijding in een universele kerk van Gods Rijk. En zondag komen de heilige geesten ontvangen. Goed, God zegt u in de naam van de Heer Jezus. Amen.